De Kluis wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld. Goud uit 1029, Marie Simon is onderweg naar de bank. Kan ik de hoofdingang in, over? Jongens, de diamant is weg, diamant is weg, diamant is weg. Staan blijven, hey! Het zit echt in de familie, jongen. Het goud ligt veilig in een van de vier kluizen. Overdracht aan bewakers van Teamstuk. Enkele honderden meters verwijderd van de bank is een team van drie topcriminelen bezig om de kraak van hun leven te plannen. Nou, let's go, waar gaan we beginnen? We gaan beginnen. Daar zijn we. Even tip 1. Ik word thuis altijd de leidinggevende genoemd, maar vandaag geef ik de leiding aan jullie over. Dat was wel fijn. Hoeven we niet af te dwingen. Ja. We gaan goede strategie doen. Mijn naam is Irma Knol. Ik ben YouTuber, social influencer. Maar ik denk dat de meeste mensen mij wel kennen als de moeder van Milan en Enzo Knol. En ik ben hier vandaag om een overval te plegen. Dit is de code, neem ik aan? Ja. 1029. 1029. Maar waar is dit voor dan? Dit is de code, gast. Voor wat? Voor de kluis. Welke kluis? Nul. Alle kluizen. De kluis waar de goudstaaf in ligt. Oh, die. In totaal zijn er 4 kluizen verspreid over het terrein van de bank. 1 van deze kluizen bevat de buit. 50 loodzware goudstaven. In welke kluis het goud zich bevindt, is op voorhand niet bekend. Alleen de overvallers kunnen erachter komen in welke kluis het goud zich bevindt. Maar ze moeten uitkijken voor de bewakers. Giel, Thomas en Stefan, die zowel de bank als de kluizen bewaken. Nou, mijn naam is Shane Chirac, ook wel bekend als Dutch Performante. Ik ben ondernemer, vader, 4 kinderen, getrouwd. Ja, vandaag ben ik de dief. Vandaag gaan we de kluis overvallen. Ja, wij komen aan vanaf deze kant. Ja. We rijden hier door naar die verlaten schuur. Ja, maar daar is daar niet de kaart? Waar de kluis met de goud staat? Ja, de geheime kaart staat hier. Geheime kaart. Dat is daar. Daar starten we. Dat lijkt me een slim plan, Shahid. Op deze kaart, die in een verlaten schuur op het bankterrein ligt, kun je namelijk zien in welke kleur kluis het goud ligt. De code die ze hebben gekregen valt in een postcodegebied dat matcht met de kleur van de kluis. Mijn naam is Milan Knol. Ik ben al 10 jaar lang een YouTuber. En vandaag ben ik een overvaller en doe ik voor de 2e keer mee aan de kluis. De vorige keer dat ik meedeed, heb ik natuurlijk gewonnen, maar dat kwam dankzij JJ Boske. Nu echter wil ik winnen met mijn overvallers. En ik denk dat de beste tactiek is om rustig te blijven. Vorige keer lukte dat niet. Nu gaat het mij lukken. Want we weten nu nog niet waar het goud zit. Nee. Maar ik heb wel een idee voor hoe we de eerste bunker in kunnen komen. Om in ieder geval de eerste kluis al te kunnen openen. Dus als het goud in de groene bunker zit, dan heb ik wel een idee. De overvallers winnen als ze minimaal de helft van de loodzware goudstaven buiten het terrein weten veilig te stellen. Net als de Postcode Loterij strijden wij voor de goede doelen die zich inzetten voor een betere wereld. En dat is natuurlijk heel hard nodig. Vorige keer weer 10.000 euro mogen weggeven aan een goed doel. En het was het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. En het CKM zorgt er eigenlijk voor dat kinderhandel en mensenhandel stopt. En ze zorgen ook voor de beste hulp voor de slachtoffers. Dus het is een ontzettend mooi goed doel. En het team dat over het hele seizoen de meeste goudstaven weet te stelen, mag de verdubbelaar inzetten. En nog een keer 10.000 euro doneren aan een goed doel. Niet om wat dan ook, hè? Maar zouden wij niet eerst gewoon het plattegrond waar de goudstaven liggen? Ja, maar daar heb ik echt geen idee voor. Ik heb echt Daar starten wij, hè? Wij starten daar. En dan maken we plan de campagne. We gaan eerst kijken waar die goudstaven liggen. Oké, gotcha. Ik denk dat het een voordeel is als mijn moeder meedoet. Ja, we kennen elkaar natuurlijk heel lang. We zijn allebei een knol. Dus ik denk dat het heel goed gaat, deze overval. Ja, die lelijkerts bevinden zich nu hier bij de hoofdingang. Ja. Shahid, die lelijkerts zijn wel degene die tussen jullie en het goud instaan. Stefan is op dit moment druk bezig met zijn bewakingsronde. De bunker! Hallo, daar ben ik weer. Jongens, Porto, check. De groene kluis, check. Peace out, boys. En dan kom je hier bij de andere ingang van de bank. Dit is eigenlijk de zij-ingang, noemen we dit. Je hebt dus de hoofdingang. Dit is de zij-ingang van de bank. Stefan, waar ben jij? Ik sta momenteel in de receptie, jongens. Je moet ook even die tablet doen, hè, Steve? Waar ik net heen ga, ga ik nu doen. Oké, dan komen we hierbij en ook een vrij belangrijke ruimte voor de overvallers. Namelijk de ruimte waar de tablet hangt met de vraag. En als ze de vraag goed beantwoorden, dan gaan onze camera's in een loop. En als ze een fout beantwoorden, dan gaan de camera's naar zwart.
Oké, heren, de vraag van vandaag is: in hoeveel landen zet Human Rights Watch zich in voor mensenrechten? Is dat A, 4 landen? Is dat B, 47 landen? Of is dat C, 90 landen? Ik denk 7 landen! Oh mijn god, what the f... What the fuck? Hoe lang sta je hier al? Ja, al een tijdje. Jezus. Ja, natuurlijk schok ik. Wat doe jij hier? Hoe zeg je? Wat... Dat ik dat niet heb gezien. Nee, je bent niet scherp vandaag. Ja, maar dat kan ik toch niet zien? Gelukkig was het geen overvaller, hè, Stefan? Die zijn namelijk nog druk bezig met het plannen van de kraak van hun leven. Oké, waar hou ik deze? Oh! In mijn zak. Oh, oh, hij is gelaten. Ja, doe hij is gelaten. Hij is gelaten. Ja, zal ik hem... Doe jij die? Ja. Okay. Ja, doe jij dit wapen maar. Ik neem het wapen. Wij beschikken elk over een eigen wapen om de overvallers uit te schakelen. Toch betekent dit niet per se game over als je geraakt bent. Elk team heeft 2 extra levens. De overvallers hebben in hun hoofdkwartier een wapen liggen. Mochten ze hier niet voldoende aan hebben, kunnen ze een poging wagen om een tweede wapen te pakken. In de wapenkamer van de bank. Oké, mam. Ja. Even centraal. Als jij als eerste voor de tablet gaat. Ja. Want jij bent het slimst, jij bent het oudst, jij hebt de meeste levenservaring. Nou, maar waar ligt die tablet dan? Die zit binnen. Ja, bij de hoofdingang, zeg maar. Bij de hoofdingang. Maar je moet niet via de hoofdingang naar binnen. Nee, nee. Maar hier rechts en links heb je een luik zitten. Door het luik kan je daar naar binnen. En daar zit de... En dan kan je er ook weer uit. Ja, maar ik ga wel voor de diamant uiteindelijk. Dat zou heel slim zijn, Irma. Want de diamant heeft een waarde van 15 goudstaven. Oké, kom, we gaan. Kom, Saïd. Kom. Oké, let's go. De tijd, 2 uur, gaan nu in. Jij rijdt. Let's go. Doe die deur dicht, man! Ja! Man, die fucking deur! Ja, oké. Okay, goed. Yes, heb ik maar, man. Tikken maar. Hé, maar wel communiceren, hè? Zou je het ook, hè? Ja. Hoor je mij? Ja, natuurlijk hoor ik je. Oké. Stefan is heel grondig het hele terrein aan het uitkammen en is aangekomen bij de rode kluis. Ja, en dan de verstopte kluis, hè? Achter de kast. Ja, geen oh, man! Ja, jee, echt, nou, echt, jongen. Fucking ellendeling. Nou, ben je nu klaar? Ga nu alsjeblieft naar de controlekamer. Ja, is goed. Boys, de overvallers zijn vlak bij de bank. En jullie zijn alleen maar aan het grappen en grollen. Tijd om even scherp te worden. En we gooien jou hier eruit, Irma. Ja. Is je hier eruit? Ja. Gewoon hier blijven staan totdat wij wat zeggen. Lukt dat? Oké, succes. Lukt het nou om de deur open te krijgen? Hou je hoofd cool. Laat hem open. Ja, oké, bedankt. Top. Oké. Ik hou van mijn moeder, maar soms. Laten we hem hier staan, de auto? Ja, laten we hier maar staan. Ja, laat hier maar staan. Hallo, horen jullie mij? Ja, blijf maar staan. Over. Wij geven jou een seintje. Steve, waar ben je? Ik zie je niet op de camera. Ik sta in de wapenkamer, over. Wij gaan nu de kaartkamer gaan wij naar binnen. Shahid en ik lopen de schuur in en op zoek naar de kaart. We zien allemaal kaarten hangen. Ik had geen idee. Hier zijn nog geen camera's, we zijn nog niet gezien. Oké, hier waar zit niks. Waar is die kaart dan? Oh, hier. Nee, dat zeg je of niet? Postcodekaart. Waar hebben we dit nou weer aan? Ik wist dat er een postcode was. 1029. Ik zie overal cijfers staan. Wat is de juiste kaart? Hoe werkt dit? Oh ja, kut. Hier, kijk hier. Blauw, rood. Ja, maar hoe weten we? Oh, wacht eens. De punten. 10-2-9. Dit is blauw. 10-2-9 is blauw. Kijk. Ja. Dus het is blauw. Ja, blauw. En we weten nu dat de goud zit in de blauwe kluis waarschijnlijk. Ik zie dat de cijfers 10-29 in het blauwe gedeelte vallen van de postcode. Die moeten we dus hebben. De blauwe kluis. Kom, let's go. Oké, wij rennen nu naar de... Bunker, over. Moet ik nu rennen? Nee, blijf staan, over. Ja, die porto, dat communiceren. Nou, dat was
eigenlijk niet zo heel erg prettig voor mij. Oké, als wij zeggen go, dan moet je pas gaan. Dus dat is het woord, go. Go, heb ik gehoord. Dus ik ga. Nee, ei. Ja? Ik ben nu gegaan. Over. Nee, echt, nee, terug. Oh, terug. Ik ben terug, over. Oké, top. Mam. Kom op, Giel. Dat was toch duidelijk op de camera's te zien? It's a beautiful day, the sun is shining. Beetje scherp blijven, hè? Het plan van de overvallers kan nu wel beginnen. Shahid gaat voor afleiding zorgen in de bunker. Zodra Team Stuk dat doorheeft, kan Irma het terrein op. Ze heeft besloten om voor de diamant te gaan. En de tablet voor nu nog even links te laten liggen. Terwijl Shahid de bunker ingaat en de camera's ontwijkt, ga ik achter de bunker langs om een overzicht te krijgen en door te communiceren, wat dus het plan was, waar Stuk TV zich bevindt. Jullie staan allebei op positie. Ik hou de camera's in de gaten. Hou de porto open. Over. Ik ga er nu naar binnen. Ik loop de bunker binnen, allemaal doolhof, overal doorheen en... uiteindelijk zag ik de kluis. Oké, okay. De code is... Hey, kijk, groene kluis, hier, jawel. Ik ga erheen. Bouwen op de kluis, fuck! Hoor jullie mij? Oh kut, dat is de camera. Er is beweging bij de hoofdingang, ze gaan nu naar de groene kluis, over. Thomas en Stefan rennen richting de bunker. De afleiding werkt. Irma pakt haar kans en gaat het terrein op. Groene kluis wordt geopend! Groene kluis wordt geopend, jongens! Rennen! Go! Waar is het? Is klaar! Stop, lijfman! Ja, hij is klaar! Jeez, jongen! We zijn naar buiten gerend en even evalueren weer om te kijken van wat gebeurt er allemaal. Toen zijn we naar een veilige plek gegaan. Shahid is op wonderbaarlijke wijze ontsnapt aan Stefan en Thomas. De afleiding heeft gewerkt. Eens kijken of Irma de diamant al heeft. Ik ben nu aan de overkant, over. Waar moet ik nu heen? Moet ik naar binnen gaan, over? Even wachten. Oké, dan wacht ik even, over. Irma is overal geweest, behalve bij de diamant. Thomas is terug in het bankgebouw. En Stefan blijft in de bunker om deze helemaal uit te kammen. Shahid gaat het terrein weer op. Ondanks dat Stefan in de buurt is. Oké, bij de bunker snij ik nu de kabel door. Dan weten jullie ervan. Hier is het veilig. Bunkeringangkabel wordt nu doorgeknipt. Geen zicht meer nu. Ja, vervolgens denk ik van, het is best rustig hier bij de bunker. Ik denk, ik ga gewoon, die camera is toch uit. Ik ga gewoon vol de bunker in. Jongens, de kluis is leeg, maar ik denk niet dat hier goud in staat. Over. Oké, ik heb een foto. Hé jongens, ik heb de porto. Stefan verlaat de bunker via de zijingang. En loopt niets vermoedend richting de kant van Shahid. Thomas, waar ben jij? Over. In de kelder. Waar is het? Stap blijven! Hé! Stap blijven! Ik heb Stefan neergeknald. Team Stuk is een leven kwijt. En Stefan moet 10 minuten het spel verlaten. Irma onderneemt ondertussen een nieuwe poging om de diamant te bereiken. Kan ik de hoofdingang in, over? Hoofdingang vrij, over. Ga ik er nu in? Dus ik ben echt als een speer naar die hoofdingang gegaan. Ja, dan gaat hier een dame richting de hoofdingang van naar binnen. Richting bij de diamant, over. Ik ga nu ingrijpen. Jij gaat naar de diamant toe, ik ben onderweg naar het trappenhuis, oké? Over. Ik ben naar de diamant gegaan. Heb hem gepakt. Daar blijven! Daar blijven! En toen hoorde ik stemmen. En toen dacht ik, wat moet ik nu?
Jongens, de diamant is weg, diamant is weg, diamant is weg. Ik ben in een kamertje gaan zitten. Ik weet eigenlijk niet meer zo goed hoe ik daar terecht kwam. Maar ik zag een deur, daar ben ik ingegaan. Heb me opgesloten. Ja, hier! Ah! Kom! Hier, terugkomen! Hè? Ja! Lekker, lekker die man terug nu! Oh, kut. Geef je bij deze waarschuwing, schiet je nog niet af. Geef je op de trein en je hebt hem. Irma is aangehouden door Giel en is een leven kwijt. Ook zij zal nu 10 minuten buiten het speelveld moeten wachten, totdat ze weer mee mag doen. Op datzelfde moment komen Shahid en Milan samen voor een nieuw plan. Ik heb de portofoon, heb ik. Wil jij hem? Oh, is het de afluisterportofoon? Ja, ik hou alle communicatie nu hier in de gaten. Ik heb de camera's, ik heb de portofoon, ik hoor ze. Ik ga alles doorgeven aan jullie, oké? Op een gegeven moment ga ik het gebouw in. Thomas staat om het hoekje, dus hij schieten. Eindelijk was ik af, handen omhoog en ik liep met mijn hoofd naar beneden, liep ik naar buiten. Ik heb Shahid afgeschoten, over. Shahid ligt uit het spel en de overvallers hebben nu geen levens meer over. De eerstvolgende overvaller die door Team Stuk wordt uitgeschakeld, ligt uit het spel. De 10 minuten van Stefan zijn wel voorbij, dus hij mag weer terug het speelveld in. Oké, we gaan proberen nu weer bij elkaar te komen. Dan zie ik ze er al aankomen. Buiten het veld, ze zijn allebei af. Laatste kans. Shit. Jongen, easy peasy dit. Familie Knol. Hey, niet onderschatten. We hebben al een keer van Mila Knol verloren, hè, vriend? Ja, maar met Jagsoen hebben we wel een poepje laten rijden, hoor. De overvallers hebben gewacht tot de time-out van Shahid en Irma om is. En ze mogen het veld weer in. Wil je de plattegrond er heel even bij pakken? Oh, die was ik geloof ik verloren. Oh, het zit echt in de familie. Ja, eerst. Het zit echt in de familie, jongen. Ik ben mijn sleutels kwijt. Ik ben mijn sleutels van de kluis kwijt. Kom op, ja. Oké, okay, ik heb een idee. Het is heel radicaal. We rennen met z'n drieën als een gek naar de hoofdentree. Eén iemand linkerluik, één iemand rechterluik. En jij, Shahid, met je wapen in het midden hier bij de trap. Je kan de trap omhoog. En dan kunnen we toeslaan. Ja. Maar dan moeten we niet naar een wapen pakken, maar gelijk de kluis 25. Juist. Zijn we de porto? Huh? Zijn we de porto? Hoe weet je dat? Dat hoor je toch net? Ik hoorde niks. Ze drukten hem in. Ah, die Shahid is echt een pannenkoek, jongen. En wie neemt zijn moeder nou mee als hij een bank gaat overvallen? Wat een hond. Kunnen we even eruit gewoon? Dan zijn we in ieder geval veilig. Jij gaat door het midden? Ik ga even een dubbelcheck doen of de porto weg is, over. Oh, ze gaan checken of de porto weg is. Ja, check ook meteen even de bunker, want we hebben natuurlijk geen zicht. Ja. Op een gegeven moment, wij zaten met z'n drieën zaten bij elkaar en toen hoorden we via de portofoon van... Hé hey jongens, kijk even of die portofoon nog in de bunker ligt. Ze gaan checken of de porto weg is, hè? Dus we gaan terug. Oh, fuck. Man, we doen het heel anders. Jij update ons. Zie je mensen op de camera? Zeg het. En zeg over. Shahid, Irma heeft nu al het beeld. Ik loop met jou mee. Over. Oké, er komt iemand nu naar de kluis toe. Naar de bunker. Daar komt hij aan, jongens. Nee, Stefan heb ik niet gezien. Ja! Ik heb Stefan in de val. Ga schieten! Twee keer had ik hem gepakt, vol. Dus die was echt heerlijk. Deed me echt zo goed. Oké, jongens, ik heb Stefan. Ik heb Stefan geschoten. Ik heb geen kogels meer over. Stefan is voor de tweede keer uitgeschakeld en staat dus 10 minuten langs de kant. Team Stuk heeft nu geen levens meer. Dus als Giel, Thomas of Stefan wordt uitgeschakeld, ligt diegene definitief uit het spel. De overvallers verzamelen bij de hoofdingang. Oké, we moeten nu de kluis pakken. Zullen we gewoon met z'n allen erin beuken? Ja, fuck it ook. Ja. Het is nu het moment om het te doen. Ik hou die afluisterporto hou ik in de gaten. Ja. Die hou ik gewoon ingedrukt, zodat zij die communiceren. Ja. Ja. Milan gaat ze afleiden, ik het Irma. Zij pakt de diamant, ik de blokken en dan teken de liever. Fuck it. Oké, go, 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 go. Ja, zo met z'n allen de hoofdingang. Hoofdingang met z'n allen. Ik loop via rechts, nu, go!
Ze komen niet van hier. Blijf staan, blijven! Nu! Goed zo, staan, blijf nu al staan! Beweging bij de blauwe kluis. Snel, snel. Ik naar die kluis toe, ik met die tassen vullen. Tassen vullen, Irma helpt me mee met die tassen te vullen. Ja, er zit goud in. Blauwe kluis, blauwe kluis! Ik had één goudstaaf in mijn hand. Die doe ik in mijn broekzak. Ik hoor ineens stemmen. Staan blijven! En ik denk, wegwezen. Dus uiteindelijk ik de ding na die opening waar we doorheen zijn gegaan. Ik eruit en ik hoorde Giel op de achtergrond. Staan blijven! Nee, fuck! Bam, vol in mijn reet. Vol gewoon. Shahid is uitgeschakeld. En omdat de overvallers geen extra levens meer hebben, ligt hij definitief uit het spel. Giel pakt het achtergebleven goud op, om het weer terug in de kluis te leggen. Shahid dacht even dat hij met het goud er vandoor kon gaan. Nou, dat is hem mooi niet gelukt. Giel, ik ga bij het wapendepot checken. Kun jij teruggaan naar de controlekamer als je het goud teruglegt? Over. Doordat Giel en Thomas gefocust waren op het voorkomen van de kluiskraak, kon Milan zich snel verstoppen op de derde etage van het bankgebouw. Ik ga gewoon even willekeurige kamer in. Giel van Toon, ik ga nu de kluis dichtgooien. Top, top, top. Ik ben nu in het trappengat. Over. Ik ben de andere kant op gaan rennen. Toen ineens ben ik in de wapenkamer. Ik hoorde stemmen en ik ben naar buiten gerend. Fuck, fuck. Jongens, het wapen is weg. Irma is ontkomen. Doordat ze snel wist te handelen, hebben de overvallers nu een extra wapen. Inmiddels is de time-out van Stefan om en mag hij dus weer deelnemen aan het spel. Wat is er gebeurd? Ze hebben het wapen. Ja. Shahid heb ik afgeschoten, ligt uit het spel, het goud. Ligt in de blauwe kluis. Maar hebben we geen enkele goudstaaf die we kwijt zijn? Nee. Top. Kun je nog één keer updaten? Wat heb je nu? Waar ben je nu? Wat ga je doen? Ik heb nu het wapen. Over. Oké. Okay. En ik heb één goudstaaf. Over. Mam. Hoe kom je daar nou weer? Waarom vertel je dat niet? Fijn dat je dat even meldt. Op het begin al meteen, mam. Team Stuk is in opperste staat van paraatheid. Thomas houdt de camera's in de gaten. En Giel en Stefan kammen het hele terrein uit, op zoek naar de overvallers. Ja, we weten sowieso dat er een verdachte dus rondloopt met een wapen. Dus zorg dat je gereed bent. Mam, waar ben je nu? Over, snel. Ik ben gewoon bij de hoofdingang achter de bosjes, over. Ik ga nu naar buiten rennen, dan zien ze mij op camera, dan moet jij ook gaan, oké? Okay? Ik ga proberen de diamant te pakken. Kan ik nu? Ja, je kan nu, ik ga nu ook. Hier komt, hier beweging, Giel, hier beweging. Irma Knol bij de hoofdingang, je gaat voor de diamant, over. En Milan rent het trappengat af, trappenhuis richting de kelder, over. Dus ik ren als een gek naar de blauwe kluis. Eén iemand naar de blauwe kluis, één iemand naar de diamant, alsjeblieft. Hier, 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 Giel, hier. Staan blijven, hey! Wow, kijk uit, gewapend hier. Gewapend, Giel, kijk uit. Giel, blauwe kluis. Giel, ga naar de blauwe kluis. Wat doe je daar, jongens? Opsplitsen. Ja, ik ga naar de blauwe kluis. Wordt de blauwe kluis opengeschoten of niet? Irma heeft de diamant. Irma heeft de diamant. Op het moment dat ik de blauwe kluis inloop, wist ik niet of StukTV mij had gezien. Dus ik nam het zeker voor het onzekere. Gewone kluis open doen, code intoetsen en gaan. Giel, jij blijft. Blauwe kluis, Giel, blauwe kluis, weer leeg gaan. Blauwe kluis. Daar blijven. Klaar, nu is het klaar. Oké. En jou hoor, daar staat Giel. Game over. Milan is uitgeschakeld en ligt dus uit het spel. Stefan, hou Irma in de gaten. Check, ik heb hier uitgang. Irma is nu de laatste overvaller die is overgebleven. Fuck it, kom op één. Kom op één. Ja, staan blijven, Irma! Fuck, Irma, die rent buiten, Stefan! Hey, hey. Hoe kan dit? Fucking Irma!
Knol! Het is de diamant. Hoe is het mogelijk dat zij die heeft? Wie heeft nou een diamant en een goudstaaf? Ja, heel goed. En wie mobbert er nou zo bij? Ja, heel goed. Wie kan er nou echt een overval plegen? Wie kan er nou echt een overval plegen? Hey? Wie heeft de diamant en de goudstaaf? Wat heb jij? Ja, ik moet gaan, Shahid. Wat heb jij? Oh, Shahid. Oh, hey. Ja, nee. Ja, je hebt gelijk. Oké, man. Hey, jongens. Hey, daar ben Giel. Ja, ik ben al een beetje een klein feestje aan het vieren. Ja, ze hebben wel de diamant, maar goed. Wat, hebben ze de diamant? Ja, de diamant is buiten. Nee, hou op. Ja, ze hebben de diamant, hè? Ja, ja. Steven kon niet raak schieten. Nee. Maar wat wil Irma nu doen, jongens? Ja, die wil het goud nog leeg halen. Ja, succes. Ja, succes. Heel veel succes. Ik kan het nog goed maken, helemaal. Dood of de gladiolen. Ik ga gewoon het gebouw in. Ik pak die goudstaven en ik ga ervoor. Oké, okay, dus we laten Irma weer het terrein opkomen. En dan insluiten. En dan is het gewoon done. Ja. Het is alles of niets voor Irma. Alleen als zij nog 9 goudstaven weet te pakken, kunnen de overvallers nog winnen. Daar gaat ze. Hoofdingang. Gaat ze via de voorkant? Dat is hier, ja, gaat. Ze gaat gewoon hier. Nee, we gaan hier. Jij links, ik rechts. Let's go, met z'n drieën. Ik kom bij de kluis, ik doe de code. Ik denk bij mezelf, zo, dit gaat je gewoon lukken. Dit gaat je gewoon lukken. Ah. Staan blijven, jongen. Ah. Staan blijven, het is klaar. Staan blijven. Staan blijven. Ja. En ja, game over. Ja. Nu is klaar, ga naar buiten. Meeko, deze kant op. Oké. Balen dat we verloren hebben, maar echt ervaring om nooit te vergeten. Superleuk. Ik vond het echt een leuke ervaring, maar ik wil wel revanche. Toch lekker dat we van die klonfamilie even hebben gehoord, hè? Ja, dat is wel fijn. We hadden niet nog keer. Maar we hadden ook echt niet nog keer kunnen verliezen van Mina Knol natuurlijk. Hey, jongens, we hebben iets voor jullie. We hebben een heel mooi cadeautje voor jullie. Oké, okay, ik heb jullie onderschat. Ja, ik vind hem best wel trots op mezelf. Jawel. Ik ben niet zo dat. Maar ik kan niet tegen me verliezen, dus. Maar goed. Dag, helemaal kut. Maar goed gedaan, man. Ja. Ja, heel trots op je. Team Stuk heeft de overvallers weten te verslaan. Milan, Irma en Shahid hebben 1 goudstaaf en de diamant weten te bemachtigen. Maar zijn allemaal uitgeschakeld en staan dus op 0. Team Stuk heeft dus gewonnen. En zij mogen 10.000 euro weggeven aan hun goede. Nou jongens, ik ben trots. Diamant is op zijn plek. En we hebben het goed gedaan. Echt lekker. We hebben gewonnen. Daarom mogen wij 10.000 euro weggeven aan een goed doel naar keuze. En wij hebben gekozen voor het Rode Kruis. Ja. Want Thomas is daar ambassadeur van. Vertel. Ja, dat kunnen ze heel goed gebruiken. Want het Rode Kruis biedt hulp aan mensen in nood. Conflictgebieden en tijdens rampen. En ook in tijden van corona. Hier zijn mensen aan alle kanten hulp. Nou, dat is heel mooi. Gefeliciteerd met de overwinning. Heerlijk, lekker, jongens. Een spelletje voor het goede doel. Lekker. Heerlijk. Oh, kom er tegenaan, hoor. De Kluis werd mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.